Je ziet aan de rechterzijde dat de lanciers met een prachtige invallen. Met de rood-witte lansen, die vallen nu de Galeren aan. En de Galeren vallen naar de Carré. En dan op die manier durven de paarden niet de linie te doorbreken. Dus dat was voor de infanterie de manier om je te verdedigen tegen een cavalierieaanval. En je ziet een grote Carré, ook aan de rechterzijde. En werd altijd ingevallen. Van zo'n carré werd de vlag in het zicht gehouden, want je vlag verliezen was je eer verliezen. De Engelsen sluiten aan, de Schotten sluiten aan, de linkervlak. Frans hebben zich nog niet echt laten zien, moet ik zeggen. En dan stonden ze urenlang, waren ze overgeleverd aan de artillerievuur van de vijandelijke kant. Een 12-jarige oude single. Nederlandse leger trekt zich vervolgens terug. En ik wil het blijven doen. Weet je, elke dag. Waarschijnlijk zullen ze rechte linie gaan vormen. En dan heb ik toch een beetje het idee dat ik weet. Ik denk dat de centrum van de Galeren toe. Van de
orde dat ze in volle kolommen op de vijand 100 meter afstand van elkaar lopen. Dat deden ze in Amerikaanse burger ook. Oh, idioten, terwijl de bank is al veel bezig. Ja, die ook allemaal zijn op. Frontale aanvallen van de Engelsen. Wanneer de vanuit de archieven en ook bij de veldslag van Waterloo, allemaal zijn we meegevochten. Je ziet dat de Galliërs troepen van rechts naar links te dirigeren. Vanwege die flankaanval, dat de positie daar wankel lijkt te zijn. En een tas. Dat kan wel zien, is een lans op door in het gevecht. Dat is geen probleem meer. Ik kan stellen dat al deze paarden zijn zeer goed gekregen. Andere dingen met de kostuums tegen. Die zijn gewijd aan het proberen van het vuur. Zo is gezegd, ik zie weinig slachtoffers. Soms als de telslag zo raakt dat er heel veel geschoten wordt, maar op 50 meter afstand schoten we gemiddeld dus kennen al keurig. Dames en heren, wat is het spannend? Zou ruig geworden Frans blijven of zullen toch de Galliërs ruig geworden bevrijden? Ja.
Martijn. Ja, nu hier. Kom op. German artillery, dat is een artillerie uit Hannover. Hannover was toen een tijd geleerd aan de Engelse Koningshuis. Terwijl het centrum en de rechterflank de Fransen meer de sterkte lijken te zijn, is dat de linkerflank vrij moeilijk voor de Fransen. Ja. Ons Willem die schiet ook hebben. Die zijn het geallieerde legers die per EEP nu gaan voor. De Franse zijde zit hier heel rechts. De rechterflank zit hier. Naast de garde van de Koningin en Napoleon de garde van de keizer en de berenmutsen. Daarnaast zit je de douane-imperiaal, de keizerlijke douane. De douane is destijds ingevoerd en zoals we weten hebben we dat nog steeds en die ging er ook mee aan het gevecht in de velden. In het centrum van de Waterland krijgt de plaats. De douane valt aan.
op terugtrekken. Merkte toen dat ze het verder terugtrekken naar de heuvel waar de prins van Oranje is. Ik hoop dat er nu onderhandelingen plaatsvinden tussen de geallieerden en de Fransen. Ik zie nog even een wat in mijn beeld ook wel van wat. Die onderhandeld worden over de overgaan. Was het een hoog? Toen stuk ze ene met de linkerarm omhoog. Dat past het hele ding wat voor de linkerarm. We hadden wel een reserve. Vervolgens stapt de knul achter de rechts en achter hem staat de tweede. Ook de wapens. Veiligheid is groot goed in deze hoop.
Meneer, dames en heren, kan ik u ondertussen zeggen, de veldslag is slechts één van de vele onderdelen van het sport. Ik bedoel, als het privé rij en met name een grote kwaliteitsmacht. En die met altijd als laatste bestrijding, dus hebben we zeer goed over het staat zijn, omdat je überhaupt in de gang terecht komt. In de gang heb ik vaak niet in te zetten, de raadloop natuurlijk wel. Veel van de mensen van de gangen komen uit Frankrijk, België. Zal zeer uitgebreid andere stafofficieren, oude Hans. Ja.